De Nederlandse Orde van Advocaten ontwikkelt een self-assessment voor de bevordering van het vakmanschap door de beroepsgroep. Maar wat verstaan we eigenlijk onder het vakmanschap van een advocaat? We hebben er vast allemaal een beeld bij, maar of dat ook telkens hetzelfde beeld is? En of dat een alomvattend beeld is? We weten dat er verschillende perspectieven zijn om vakmanschap te benaderen en dat vakmanschap altijd meerdere aspecten kent. Wij passen het handelingsperspectief toe. Hoe past een vakvrouw haar kennis toe? Welke rol speelt de vakman in de juridische arena? Wij zijn Mark van Vuren en Niels van der Weert, onderzoekers in hart en nieren. En we hebben genoten van de rijkdom aan beelden over het vakmanschap van de advocaat, beelden die we ophaalden bij de advocaten zelf. De uitkomsten delen we heel beknopt in deze presentatie. Maar lees vooral meer in de rapportage die op de website van de Orde te vinden is. Het handelingsperspectief reikt ons drie lenzen aan om naar inhoud en ontwikkeling van vakmanschap te kijken. Doing law gaat over de kennis en vaardigheden waarmee advocaten hun beroep uitoefenen. Relating to law gaat over je verhouding tot het recht en tot je professionele medespelers. Je oefent het recht immers nooit alleen uit. Becoming law tot slot gaat over het wordingsproces, van initiatie tot de verwezenlijking van het ultieme persoonlijke meesterschap. We hebben daarmee een inhoudelijke kant en een ontwikkelingskant. Laten we beginnen met de inhoud. Inhoudelijk kun je je als advocaat onderscheiden op basis van je expertise. De expertise die nodig is om een recht te doen. Maar ook met de wijze waarop je je verhoudt tot je medespelers. Dat vraagt om interactie. En met de wijze waarop je je verhoudt tot het recht, je attitude. Ben je een wolf of een heler? Ben jij de conciërge van het rechtssysteem of de actievoerder die juist strijdt voor verandering van dat systeem? Wat we verstaan onder expertise is niet verrassend. Juridische kennis en kennis van de zaak enerzijds en een scala aan vaardigheden anderzijds. Als het gaat over interactie, onderscheiden we diverse mede- en tegenspelers, gesprekspartners, zo je wilt. Denk aan cliënten, de advocaat van de tegenpartij, officieren van justitie en rechters, maar ook kantoorgenoten met wie je samenwerkt en samen leert. Op zich niet verrassend, maar wel een behoorlijk uniek en essentieel aspect van het vakmanschap van een advocaat. Daar kun je je in onderscheiden en ontwikkelen. Maar ook met jouw verhouding tot het recht onderscheid je je van andere advocaten. Wat is jouw ethisch kompas en wat motiveert jou om advocaat te zijn? Het zijn vragen die verdieping en overweging verdienen en helpen om je verder te ontwikkelen in jouw meesterschap. Nu we een beeld hebben van de inhoudelijke aspecten van vakmanschap, doet de vraag zich voor: hoe ontwikkel je jouw meesterschap? Dat is een permanent proces. Becoming lawyer gaat veel meer over groeien dan over het behalen van een status. Ontwikkelen kan dan langs de afzonderlijke assen van expertise, interactie en attitude, maar het gebeurt vooral op de snijvlakken tussen twee assen. Op het snijvlak tussen expertise en interactie gaat het om het opdoen van ervaring, je diep ingraven, de finesses begrijpen van een moeilijke zaak en de verrassingen van de meervoudige perspectieven die zich in de zaken voordoen als de partijen tegenover elkaar staan. Wijsheid is goed toegepaste kennis. Een reflectieve professional ontwikkelt vakmanschap door af en toe een stap terug te zetten en zich af te vragen hoe de zaak ging, waar ze zichzelf terugzagen en waar ze zichzelf verloren. Dat brengt een van de meest gewaardeerde vaardigheden boven, die de oude Grieken al bewonderden. Zij noemden het phronesis, praktische wijsheid. Op het snijvlak van attitude en interactie, tot slot, gaat het om bewustwording door cultivering. Vakmanschap is een manier van cultiveren in letterlijke en figuurlijke zin. Je voegt je binnen een cultuur, waardoor je onderdeel wordt van een gemeenschap die gezamenlijk een houding ontwikkelt van wat gewenst, goed en nodig is. Ons model van vakmanschap geeft een topografie van de aspecten waarop kwaliteit geleverd kan worden. Met het model kun je een gesprek voeren over waar je staat als advocaat en waar je naartoe wilt en welke route je daar kan brengen. De Nederlandse Orde van Advocaten biedt advocaten
nu de mogelijkheid om te reflecteren op het eigen handelen als professional aan de hand van het zojuist besproken model en met behulp van een self-assessment. Een instrument om invulling te geven aan jouw unieke meesterschap.